Oké, dankjewel. Een groot applaus. Wauw. Dankjewel, Henk. Ja, daar horen we weer die prachtige muziek uit Bhutan. En nu gaat dat toch echt gebeuren, want wij hebben hier bijzondere gasten. Het is niet zomaar dat we de muziek laten horen. We hebben hier namelijk een Bhutaanse hoefzangeres. Haar naam is Lamo Dukpa. En daarbij hebben we Linde Nijland en Bert Ridderbos. Welkom. Geweldig dat jullie zijn. Linde, ik begin even bij jou. Want ik heb begrepen dat jullie een prachtige reis hebben gemaakt naar Bhutan. Dat jullie de koning daar hebben ontmoet. Vertel eens iets meer. We hebben een muzikale reis gemaakt over land. Per Land Rover naar Bhutan. Van Nederland naar Bhutan. En in Bhutan opgetreden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning. En waarom word je ervoor gebeld of zo? Hoe belt hij jou? Hoe gaat het? Het is een heel erg lang verhaal. Als mensen het willen weten, dan moeten ze de DVD met CD van onze reis kopen. Okay. A Musical Journey. Maar in Bhutan heb ik voor het eerst Lamo ontmoet en met haar gezongen in het Bhutanees. Wauw, en dat heb je al redelijk onder de knie dan nu. Ik zing het puur fonetisch, maar het is een prachtige taal en mooie klanken. En... Ik ben heel benieuwd, we gaan het zo horen. En een magische reis lijkt me, muzikaal avontuur. Ik kijk ondertussen, ik word even afgeleid door Bert, want die zit hier met een instrument, een heel kleurrijk instrument op schoot. Dit is een dranjen. Het is heel mooi, het is geschilderd, het is een soort snaarinstrument. Is het moeilijk bespeelbaar? Nou, het is vrij simpel eigenlijk. Alleen, het is een vrij eenvoudig instrument, zo te zien. Maar er zitten geen frets op. En als een gitarist is dat best wel lastig. En de snaren liggen ontzettend hoog. Dus kan je een klein stukje laten horen zo? Wauw. Ja, je zit er gelijk in Bhutan, want dit komt eigenlijk uit Bhutan. Dat heb je daar meegenomen. Ja, ik heb het gekregen van de instrumentalist die Lamo het de vorige keer meenam. Dus die heeft het aan mij gegeven. Echt prachtig. Nou, ik loop nog even naar Lamo. Lamo, you look beautiful. Echt waar. Iedereen moet echt, als je hier niet bent en alleen meeluistert, moet je zeker even kijken hoe dit er allemaal uitziet. Het is een prachtige jurk. It's beautiful. What's it made of? Did you make it yourself, maybe? Not me, but... Most of the Bhutanese women are very, very good in making this type of dresses. They make it. Wow. It's hand-woven. It's not from the maker. Hand-woven. Beautiful. Yeah. Lama, you are an hofzangeres, which means a court singer. So you sing for the king? Or can you tell me what it's like to be court singer? Yeah. I sing for the king. And... I compose my own song for the films. I sing my own composition. But it's special to sing for the king, I think. Yeah, I do. Did he pick you out, or what? How do you become a court singer? We all want to know. This is very tricky. It's not like that. But Bhutan is a very small country. We have only 700,000 people. So we have only a handful of singers there. So this handful of singers are every now and then called by the king when he travels to the rural areas to see his people there. So he will always take us... not all of us, but he'll pick and take. So I was. Is he a nice king? Oh, he's a wonderful king. Okay, well, it's an honor, I think, and it's an honor to have you here today. What are you going to sing for us? the song that we are going to sing is about. As we are from the Buddhist country, we always sing sort of Buddhist tunes. This is also a sort of a Buddhist tune, but it is dedicated to all the parents in the world. And it says that how important is your parents in your life, and then that you only know when you lose them. So this is about the unity of the parents. And what is the name of the song? Because you have to tell me. I can't tell. It's Kunti Jaya Dzomsa. Wow. Nou, dat belooft wat. Dames en heren, give it up voor dit prachtige trio. Do ni ma jo ma yo.
Lama Dukpa en Linde Nijland en op Drangen ben Bert Ridderbos.